dan gaan we zo meteen weer beginnen. Scheet in mijn reet. Oeh. Hallo mensen van Dus David Games. Mijn naam is G-Typo. En ik ben hier vandaag met de enige echte onderheerser, wereldleider van Helios, genaamd... Dutch Terms. En hij is vandaag op zoek naar wraak. Ik heb iemand gekild met mijn drie schietende pijl. Session. Ja. Ik heb... Oh, shit. Ik heb shift ingedrukt, maar dat helpt niet echt. Nee, het schijnt... Ik moet volgens mij de comments ziektuigen gaan doornemen. Is er niet een guild van of zoiets? Van, yo, je moet dit of dat doen? Ik vind wel, het is onduidelijk. Ja, mee eens. True. 100% zeker waar wat je zegt. Het is nergens... Okay. Ik heb echt pas die dingen ontdekt van... Of van mensen horen, of... Dat ik toevallig erop klik, zoals met die triple shot dat je op... De... Ik klik op mijn linkermuisknop en dan zie je ineens drie van die dingen zitten van... Hey, misschien... Oh, David Boon probeert mij eraf te knallen. Dat is niet lief. Mij ook net. Dat vind ik helemaal niet... Ah, van... Wauw. Oké, laat maar. Ben je dood? Ik ben echt met een hele grote faal dood gegaan. Oké, coach mij. Ik ga je coachen. Iemand achter je zit... Oh ja, die zie je daar. Die is op je aan het schieten. Oh. Voor de rest, ja, die is thunder zat te schieten. Waar moet ik heen om zelf te kunnen schieten? Links. Achter scheet in je reet. Daar is nu niemand. Er komt pas alleen van je rechterkant komt iemand aan, maar die is niet op je aan het schieten. Die heb je ook al gezien. Triple shot en een koe probeert achter je aan te lopen. Oké, help mij. Wat moet ik doen? Als je nu omdraait, dan heb je ongeveer wat tijd om te schieten. Niemand is op je aan het schieten. Links zat iemand in de hoek. Die is dood. Voor je is dood. Rechts zit er iemand van je. Die gaat je nu achterna lopen. Links staat een poppetje en rechts heb je ja, voor je. Rechts is helemaal niemand van je. Daar loopt nu lichtelijk een poppetje heen. Even kijken. Als je nu een beetje naar links gaat. Dus andere links, ja. Daar een beetje in de hoek gaan. Volg richting in de richting van scheet in je reet. Dan heb je daar één persoon. Alleen scheet in je reet is nu. Help, wat moet ik doen? En voor de nu heb je tijd om te schieten. Links zit iemand van je. Achter je. Ik zou rennen. Okay. En nu? Nu. Ik zou daar. Stop. Nu heb je tijd om te schieten. Links zit iemand. En ik zou nu een beetje gaan lopen. Als je daar nu... Ja, stop. Nu kan je weer schieten. Ik krijg even. Je hebt er nu... Nog drie mensen zijn erover. En die staan allemaal aan die kant. Zo. Even kijken. Het is een beetje druk hier, maar je kan het proberen. Hij gaat voor de triple ho. Hij mist alles. Even kijken, wat hebben we daar nog meer? Ja, die doet hier in het hoekje eenzaam. Even kijken, 1, 2, 3. Ik heb alle tijd, of niet? Ja, op zich wel. Niemand is echt op jou aan het focussen. Daar alleen, iedereen staat voor je. Ik hoef voor de rest niks te zeggen. Ja, het gaat een beetje... Oh! Yes! Goed bezig, Vincent. Nou, iedereen staat zeg maar een beetje in een hoekje. Nu moet je arrows iets meer in de lucht schieten. Oh, bijna. Als je dat schot ietsjes hoger had gedaan, dan was hij gewoon klaar. Hij is de hele tijd te ver aan het schieten op de muur. Ik zou opletten, rechts van je zit ook nog iemand achter zo'n soort steenmuurtje. Ik zie hem. Maar je hebt meer dan plek zat, dat is je voordeel nu. Je staat tactisch goed opgesteld. Oh, hey. Oh. Zo close. Oh, nee. Bijna. Nope, ook niet. Het wordt spannend, joh. Zeg even als iemand mij focust, ja? Ja, je wordt gefocust. Die hoek kan je eventueel staan. Nog steeds niemand? Ja. Oh. Oh, nice. Hij komt richting jou gelopen, beetje. Scheef.
scheef. Hij schiet heel tijd net iets te hoog. Oh, daar heb je heel veel geluk mee net. Oeh, dit is een spannende match aan het worden, dames en heren. Van ruimte heb ik nog. Wauw, goed bezig. Zeer, zeer schön. Nice. De eerste overwinning, Gijs. Het was een spannende match. Ja, dat geloof ik graag. Ik heb gewonnen. Hoe voelt dat? Oeh. Voelt heerlijk. Oh. Al die adrenaline schroomt nu door je hand heen. Heerlijk. Nou, iedereen hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Zowel Gijs als ik uploaden ook van deze minigames. Wil je daar meer over weten? Check dan even onze kanalen uit. Dat is namelijk G-Typo en The Dutch Turns. Linkjes staan onder in de beschrijving. Druk even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Dus David Games ook nog. En dan zien wij jullie de volgende keer weer. Ciao.